Examentraining voor het VWO. Dit keer een opgave uit tijdvak 1 van 2016. En het gaat over gekleurde leds. Eerst eventjes lezen. Er is een UI-diagram gegeven. Nou, dat is al een aanwijzing dus. Oftewel, de spanning en de stroomsterkte. Een van de twee kan ik in ieder geval altijd aflezen uit het diagram. Diagram zetten we even opzij. En we kijken verder naar de opgave. En die gaat verder met dat een rode led is series geschakeld met een weerstand. Nou, rode led, dat is meteen al aanwijzing. Maar die rode led, die staat ook in dat UI-diagram. De spanning, zie je in de figuur, is 3 volt. En door de rode led loopt de stroomsterkte van 0,6 mA. En dat betekent dus dat je die ook weer in het UI-diagram kunt aflezen. Kun je zeggen van ja, maar waarom kan ik niet ook die 3 volt aflezen in het UI-diagram? Nou, dat kan niet omdat die 3 volt de spanning is van de spanningsbron. En die spanning die verdeelt zich over de weerstand R en over de led. Oftewel, die 3 volt staat niet over de led zelf. Je mag dus die 3 volt niet rechtstreeks aflezen in dat UI-diagram. Nou, wat nu werd er nu gevraagd in deze opgave? Gevraagd, bepaal de grootte van de weerstand R. Bepaal staat er. Dat betekent dus dat er gegevens ergens afgelezen moeten worden. Je moet natuurlijk altijd wel wat berekenen, maar je moet ook gegevens uit een figuur halen. Het zal dus hier ongetwijfeld het UI-diagram zijn. Goed, R wordt gevraagd. Oftewel, ik moet het zo meteen wel in ohm doen. Hoe bereken je R? Nou, eventjes kijken. Ik heb hier stroomsterkte en spanning. Oftewel, het is, hoop ik, duidelijk dat je R is U gedeeld I moet doen. De wet van ohm. Maar die R, U, I geeft duidelijk aan welke waarden het zijn. Ja, ik wil hier hebben de spanning over R. En de stroomsterkte door R. Geeft het ook meteen aan dat voorkomt verwarring. Nou, I door R. De stroomsterkte gaat dat altijd van plus naar min. Ja, van plus naar min is de stroomsterkte gedefinieerd. En dat betekent dus dat de stroomsterkte die door de led heen gaat, dat het ook de stroomsterkte is die door R heen gaat. Let op, stroomsterkte 0,6 milliampère, meteen even omrekenen naar ampère. Dan, hoe groot is de spanning over de weerstand R? Nou, de totale spanning is 3 volt, dus is de spanning over R 3 volt min het deel wat over de led staat. En die kan ik aflezen uit, precies, het UI-diagram. Want ik weet dat de stroomsterkte is 0,6 mA. Het is de rode led. Oftewel, de spanning over de led is 1,64 volt. En dan is het een eitje, want de spanning over R is dus 3 min uw led. En uw led, de spanning over de led, is 1,64. Oftewel, de spanning over de weerstand is 1,36. Dat vul ik in. In R is U gedeeld door R. R is U gedeeld door I. Oftewel 1,36 gedeeld door natuurlijk weer in amperes invullen. En je deelt met de macht van 10. Doe altijd eventjes voor de zekerheid haken eromheen. Want in sommige gevallen deel je niet door de macht van 10. Maar dan ga je per ongeluk maal macht van 10. Goed, met haken en dan komt er uit 2,3 keer 10 tot de macht 3 ohm. Ik doe eventjes twee cijfers significant. Waarom? Kijk hier, stroomsterkte, twee cijfers significant van daar. En eventjes nog kijken van waar werd op beoordeeld. Dit stond in het correctievoorschrift. Je ziet, je kreeg een punt voor puur het aflezen van de spanning in het UI-diagram. Wel met marge, maar daar kon je makkelijk aankomen. Oftewel, altijd 1 punt zo verdiend door puur af te lezen.
Inzicht in de spanningsregel van de serieschakeling, oftewel inzicht dat die 3 volt die over, die van de voeding is, dat die verdeeld wordt over R en over uw LED, ja, de serie. En tenslotte completeren van de bepaling betekent dus de hele rekenpartij, inclusief significantie en weerstanden. We gaan verder om te kijken wat er nog meer gevraagd. De vraag gaat verder door te stellen dat de rode LED wordt vervangen door een groene LED. Maar belangrijk, de stroomsterkte door de groene LED die blijft gelijk, blijft 0,6 mA. Oftewel, je kunt hier natuurlijk weer de spanning aflezen in het UI-diagram. Oké, gevraagd wordt, wat moet er gebeuren met de weerstand R? Moet die groter of kleiner worden gekozen? Want je verandert de LED, de stroomsterkte moet gelijk blijven en dat betekent dus dat je iets met R moet doen. Nou, beredeneer. Het is ontzettend makkelijk als met een beredeneervraag dat je uitgaat van een formule. Ja, de formule hier over de weerstand R, oftewel R, is spanning gedeeld door stroomsterkte. In deze formule weet je dat de stroomsterkte gelijk is gebleven. Je weet ook, want dat kun je aflezen, dat de spanning over R kleiner is geworden, want nogmaals, je kunt hier aflezen dat de spanning over de groene LED bij dezelfde stroomsterkte groter is dan die bij de rode LED. Oftewel, als de spanning over de LED groter is geworden, is het automatisch dat dus deze spanning hier kleiner is geworden, want ja, samen moeten ze 3 volt zijn. Oftewel, UR kleiner, I gelijk, oftewel, R moet dan kleiner worden genomen. En dat is het antwoord. Waar kon je weer punten voor halen? In ieder geval dat de spanning kleiner moet zijn, dus weer in feite inzicht in die serieschakeling en tenslotte een consequente conclusie. We gaan verder. Figuur 3. De bouw van een LED. Ja, een LED bestaat uit 2 materialen, A en B. En de glijdingselektronen hebben verschillende energieniveaus. De kleur wordt bepaald door het materiaal. Groen, rood, geel, noem maar op. Je hebt nu 4 schema's wat er met die glijdingselektronen kan gebeuren. En de vraag is, in 1 van de schema's is het juist weergegeven. En welk schema is dat? Er staat in 1 van de schema's is het proces waarbij in een LED licht ontstaat. Licht ontstaat, dat betekent dus dat er energie vrijkomt. Oftewel, energie vrij betekent dus dat deze 2 afvallen, want hier zal dus een elektron van een laag niveau naar een hoog niveau moeten komen. Oftewel, hier moet juist energie toegevoerd worden. En dat kan niet, oftewel, ja, hier heb je een elektron en die valt naar beneden toe, die verliest energie. En als je energie verliest, betekent dus dat er energie weggaat. En energie weggaat, betekent dus dat er licht ontstaat. Goed, stroomsterkte is gedefinieerd van plus naar min, maar het is natuurlijk wel zo dat het elektronen zijn. Dus de stroomsterkte gaat van plus naar min, maar de elektronen gaan net de andere kant op. En als ze de andere kant op gaan, dan zie je dus dat de elektronen van B naar A gaan. Oftewel, we hebben het antwoord. Het antwoord is figuur 3. Waar kon je de punten voor krijgen? Nou, allereerst dat je dus naar een elektronenstroom moet kijken. Oftewel, elektronenstroom gaat net de andere kant op, dus van min naar plus, dus van B naar A. En inzicht dus dat het elektron terug moet vallen omdat er licht ontstaat. Goed, verder. Een heel verhaal dit keer. En als het een heel groot verhaal is, dan moet je alle gegevens eerst eventjes opschrijven wat in het verhaal zit. En pas daarna kijk je van, hé, wat wordt er nou eigenlijk gevraagd? Oftewel, je leest en een blauwe LED. Ja, een LED die zendt fotonen uit en de golflengte is 470 nanometer. En in BINAS kun je zien dat dat inderdaad overeenkomt met blauw. Dan zendt het een vermogen uit van 0,075 watt aan licht.
en de stroomsterkte is 50 mA. En gesteld wat nou dat niet ieder elektron ervoor zorgt dat er licht wordt gegeven. Ja, dus er komen fotonen vrij. Dat is niet zo dat ieder elektron één foton vrij is. Ja, het is een bepaald percentage. En gevraagd wordt, wat is dat percentage? Nou, dat betekent dus dat ik eigenlijk moet weten van hoeveel fotonen heb ik eigenlijk en hoeveel elektronen heb ik eigenlijk. Stel je voor, er komen 10 fotonen vrij en daarvoor heb ik 20 elektronen nodig. Nou, dan is het percentage dus 50%, want dan zal 50% van de elektronen een foton vrijmaken. Nou, dus ik heb nodig het aantal elektronen en het aantal fotonen. Ik ga bezig met de gegevens. Gesteld wordt bereken dat percentage. Bereken betekent dus dat ik niet iets mag aflezen of zoiets. Ik moet het allemaal doen met de gegevens. En gegeven is dat de golflengte is 470 nanometer. Als de golflengte gegeven is en je ziet ook al iets in de gegevens met energie. Ja, je vermogen, maar vermogen is natuurlijk energie per seconde. Dan moet je eigenlijk meteen zeggen van, hey, golflengte, oké, dan kan ik de energie berekenen. Nou, de golflengte is 470 nanometer, dan is de energie te berekenen met, nou, hier staat hij al, H keer F, frequentie, maar hier heb ik de golflengte, dus in plaats van frequentie doe ik even C gedeeld door lambda, invullen, en je krijgt dus dat de energie is, daar staat hij al, een 4 keer 10 tot de macht min 19 joule. Wat betekent deze energie? Dat is de energie van precies 1 foton. Dus nu heb ik er iets over een foton, de energie van 1 foton. Vervolgens weet ik dat het vermogen van de LED 0,075 watt is. Als er staat watt, dan moet je meteen denken, oh, dat betekent dus dat er per seconde 0,075 joule vrijkomt. En wat heb ik nu? Nu heb ik dus dat ik weet dat per seconde zoveel energie vrijkomt. En ik weet dat de energie van één foton zoveel joule is. Oftewel, dan kan ik berekenen hoeveel fotonen ik nodig heb om zoveel joules te krijgen. Oftewel, per seconde komen vrij die 0,007 gedeeld door de energie van één foton. Oftewel, dit is het aantal fotonen wat per seconde vrijkomt. Nu moet ik dus nog weten, hoeveel elektronen komen er per seconde langs? Nou, ik heb nog één gegeven onderstreept, en dat is dat de stroomsterkte 50 mA is. En stroomsterkte is gedefinieerd als Q gedeeld door T. Oftewel, per seconde komen er langs 50 keer 10 tot de macht min 3 coulomb. Zoveel lading komt er per seconde langs vanwege die 50 mA. De lading van 1 elektron is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Oftewel, ik heb zoveel lading per seconde. 1 elektron heeft zoveel lading. Oftewel, hoeveel elektronen per seconde komen langs, precies 50 keer 10 tot de macht min 3, gedeeld door de lading van 1 elektron, en je krijgt dus dan dat je zoveel elektronen per seconde langs krijgt. Oftewel, ik weet nu zoveel fotonen, zoveel elektronen, oftewel, wat is het percentage dan? Het percentage is dan 1,77 gedeeld door 3,125, het aantal fotonen gedeeld door het aantal elektronen, en komt op 57%. Goed, waar kon je hier de punt voor verdienen? In totaal 4 punten. Allereerst, het eerste punt is gebruik maken van dat je het aantal elektronen kunt berekenen met behulp van de stroomsterkte en met behulp van de lading van 1 elektron. 1 punt kon je verdienen door in feite gebruik te maken van E is H keer F, waarbij F dit invult. Dus het moet eigenlijk een zekerheidje wezen dat je hier dit punt zeker krijgt. Dan, vermogen is het aantal elektronen maal de energie van het foton. Je ziet, ik heb het iets anders aangepakt dan
in het correctiemodel en tenslotte completeren van de berekening, alles bij elkaar inclusief de significantie. En dat was de hele examenopgave. We sluiten af.